Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 8 juni 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag morsen en een SSTV afbeelding in PD90. En dat is een plaatje van een beroemde zendamateur. Ik ben vandaag alweer laat, net zo laat als gisteren. Dus ik moet het weer rustig aan proberen te doen, terwijl dat heel moeilijk is vanwege de beschikbare tijd. En ik denk ook dat ik dit keer een tweedehands morsenoefening moet gebruiken. Op de site van Hobbyscope staat vandaag een artikel over dat de web-SDR op 70 centimeter het weer doet en nu 20 gebruikers tegelijk kan faciliteren. En die kunnen, zoals dat bij een web-SDR gaat, natuurlijk allemaal naar hun eigen frequentie luisteren. Daarnaast in het artikel gaat het artikel over een tikkende storing op 70 centimeter die iedereen de afgelopen week denk ik wel gehoord heeft. En daar is de web-SDR bij gebruikt om die op te sporen. Ik moet wat minder stotteren, want ik kan het niet overdoen. Dezelfde storing die vooral voorkomt bij goede condities, die blijkt op een Engelse web-SDR ook zichtbaar en hoorbaar. Het is nog niet duidelijk wie de veroorzaker is van de storing die op de web-SDR als horizontale strepen te zien is. De web-SDR in Hilversum op 2 meter kan overigens om technische redenen helaas nog niet opnieuw opgestart worden. Op de website southgatearc.org zag ik een artikel over het gebruik van de nieuwe Engelse Lime SDR en GNU Radio om daarmee DATV-signalen te kunnen uitzenden. Lime SDR is in staat om met zeer hoge snelheid over een grote bandbreedte te kunnen uitzenden en hij werkt ook in veel van de amateurbanden. In het artikel op southgatearc.org staan linkjes naar sites met meer informatie over de experimenten met de Lime SDR. Ja, de site Webwereld komt zoals vaker weer met een paar vermakelijke voorbeelden van zaken uit de IT-wereld. Dit keer over fabels en vermeende fabels op het gebied van technologie. De eerste die doorgeprikt wordt is dat je browser anoniem werkt in de zogenaamde incognito-modus. Dat is namelijk niet zo. De browser wist alleen de gegevens die je die modus aanmaakt. Ja, een volgende fabel is dat Android een open source systeem zou zijn. Niet waar. En meer RAM toevoegen maakt je PC sneller. Ja, dat is tot op zekere hoogte wel waar. De volgende is dat Linus Torvalds Linux heeft uitgevonden. Linux is helemaal niet een volledig besturingssysteem, zo stelt het artikel. Linux is de kernel. En de rest van, van de onderdelen en de libraries die komen uit het GNU-project van Richard Stallman, die er daarom ook voor pleit om te spreken van GNU Linux en niet van Linux alleen. Ja, tenslotte maakt een laptop op schoot je onvruchtbaar. Het is tenslotte, ik heb er nog één. Dit verhaal stamt uit 2004 en doet veel de ronde, maar is het waar? De oorsprong van het verhaal ligt in een klein onderzoekje onder 29 mannen in 2004, waarbij bleek dat de lichaamstemperatuur in het scrotum zo'n 5 graden steeg na uren met een laptop op schoot te hebben gezeten. Dat is niet goed voor de voortplanting, maar er is weinig tot niets bekend over de lange termijn effecten van dagelijks gebruik over een langere periode en dus ontvruchtbaarheid. Ja, de volgende, en dat is wel de laatste, dat is wifi maakt bomen dood. Dat is ook een verhaal dat steeds vaker de kop opsteekt en dat zal nog wel vaker gebeuren. Het is gebaseerd op een vrij dubieus onderzoek waar het RIVM later afstand van heeft genomen. En de Groningse Partij voor de Dieren die wilde met dit argument zelfs de komst van een stadswifi in die stad blokkeren. Ja, en dan iets anders. Ik heb voor de grap een paar Daily Minutes t-shirts in de maak. De eerste partij is slechts 8 stuks in de maten XL en XXL, puur om te kijken of er belangstelling is voor zoiets. Informatie over de t-shirts is vanaf vanavond te vinden op de site pnlete.nl en dit is geen 1 april grap. Ja, we blijven in een enigszins hilarische stemming. Vandaag was het kantoor van AT in Groningen trouwens enige tijd minder goed bereikbaar via de telefoon. Ik kan het gewoon niet laten om op te merken dat het bericht daarover op de site van AT precies boven een ander artikel staat. Dat gaat over het voorkomen van graafschade.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Wat een saaie uitzending was dat toch weer. Echt niet. Wel waar. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartjexdv.me. Heb je zin in koffie? Ja, lekker.